Amerikaanse kust en mevrouw Debbie. Dat is een wisp. Die rotblees en die bloer die ik mag achtervolgen. Grapke, deze wesp is wel zelfs net echt. Het is winter, maar ik zie Noah weer op in de simmer. Er is geen enkel beest op deze rood wat ik ze eng vind als wespen. Hoi, wie ben in Kaapstad, Zuid-Afrika en wie ben er onderwijs naar het stroom om te zien dat we Jutek een pick-offjes pakken kennen? Nog ben ik al een beetje benauwd, want er zitten een heel soort haaien in de zee in Kaapstad. Dat is heel schijn. Wat denk je wat van de zee in waar we net? Haaienspotters. En deze mensen zorgen oer erbij om te zien dat ze een haai zorgen. En als ze die dan zorgen, dan kunnen ze de vlaggen omheen gaan. Zoals even shared, die moet ik in je schoen hebben. Hi Hugh, have you seen any sharks today? Yes, there was a shark today earlier on around 2 p.m. What kind of shark was it? It's a bronze whale. Bronze whale, is that a dangerous one? No, not aggressive like the white sharks, but yeah, they are big enough to cause any damage. Yeah, you can go there. Let's go. De reden waarom ik Jutek een beetje benauwd ben, is omdat een paar weken geleden is hier aan de Zuid-Afrikaanse kust een mevrouw Debbie. Het had namens mij, ik ben hem in de krant te zien, want die man is even opziekje. En dat was zelfs heel triest. Hier zullen we de jouw vragen. Ik wil hier de vragen betreft dat we ze zien kennen. We wilden net zeggen dat er een is. Een reële vlag. Het zei van, de koe best wel zien wijzen. Je moet erom denken. Zwarten. Dat betekent dat we het net zo best zien komen. Volgens mij hebben jullie de zwarte vlaggen. We zullen correct even zien. En een witte. Dat zou betekenen. Er is een haai. En er kunnen sirenen komen. En je moet nou als de... het water uit. Daar hebben we het. Een zwarte vlaggen. Dus die beste man dat we kregen om te praten. Die kind doet het net zo best zien. En we moeten volgens mij een gokje nemen. Oké, ik stel mij heel erg aan. Ik weet het, zie het. In Nederland wil lang net zo volle gevaarlijke beesten als daar. Maar er zijn wel een paar. Bijvoorbeeld de tiek. Als je in het bos bist, moet je goed controleren dat je het bieten bist. En er is sinds kwart nog een gevaarlijk beest in Nederland. De wolf. Deze is sinds kwart weer om in Nederland, sinds 2018. Hij signaleert op de Veluwe. We weten ons net zo goed wat we met het beest matten. Als we gewoon alleen een list, is er niks aan de hand. Dus lid die gevaarlijke beesten gewoon maar rest. Dan is er niks aan de hand. Oh, hi, dat is Victor. Nou, hij wordt geen haaien, John. Maar dan ben ik wel benijd. Dus daar ooit buik van haaien. Woe, dat ging nog maar krek goed. Gelukkig zwemmen er geen haaien in Nederland, maar ik zou nooit van wat zie je daar krijgt die je. En wat voor beestjes stoel aan zingen? De haai of de wolf? Drop het in de comments.